Bij de chillen deze slaat en dan Kawasje, jongen. Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En het is vandaag zondagochtend. En vandaag is de dag, jongens, dat Luan en Lucilla hun allereerste dansvoorstelling hebben van hun dansschool. Goedemorgen allemaal. Hier zitten ze. Alweer lekker te knuffelen. Met Kokkie, Peppy en de babykonijntjes. Als ochtendritueel. Dat is natuurlijk wel heel gezellig. Altijd iedere ochtend. Nee, ik weer, dat Kokkie borstjes heeft. Oh, ik kuip ze eronder. We hebben alweer groenten vastje neergezet. Dus ze zitten alweer lekker te eten. Kijk, en daar hebben we Lucilla op schoot. Ja. Ja, blijft er gewoon weer schattig. Ze zitten lekker te eten. Ze zitten samen. Die schattig zijn hier ook. Lekker, Peppy. Zo kan je het zien. Ja. Kijk, och, ik zit een beetje zien. Ik zie. Ah, ik zie. En bij jou hier. Oh, Lucius. Lucius is weer dingen aan het lopen. Jongen. Oh. Hey, Kokkie. Zit je daar weer bovenop? Hier komt het zwartje weer even om de hoek kijken. Blackie. Ja, dat is de enige die we alle namen hebben gegeven. Blackie, omdat hij zwart is. Ondertussen is de hele familie nog lekker aan het eten. En wij gaan jullie zo meteen wegbrengen. Ja, klopt. Luan en Lucilla die gaan zo naar... Naar de dansschool, maar niet gewoon waar we altijd dansen en waar we altijd oefenen. Maar bij het theater hier... Ja, bij het theater hier in hier het dorp. In het dorp. Hebben ze, en daar gaan we dan optreden. En nou, we hebben super veel zin in. En we mogen ook vloggen. Dus ik neem mijn iPhone mee om achter... achter de schermen, achter backstage. De schermen helemaal backstage. Ik vond het leuk om een paar beelden. Luan en Lucilla die zitten dus op de dansschool. En daar hebben ze hiphop en... Ballet. Ja. En Luxie ook, maar die vindt het allemaal nog een beetje te spannend. Dus die blijft gewoon liever bij mama en papa in de zaal zitten. Ze mocht wel, maar ze had zoiets van, nee, ik vind het toch nog een beetje te spannend. Dus dat begrijpen we ook wel. Oh, Lucius. Kom hier, je wilt weer poepjes eten. Hi. En hi, schatje. Nou, eigenlijk van Johan Wekker hoor ik net een piep van Johan Wekker. Oh, wat je wekker niet heeft gezet. Ik had die op 7:30 gezet. Oh, maar, wie was eerder wakker? Maar nu heb ik even... Hebben jullie uitgezet? Oh, goed zo. Kom hier, schatje. Hier hebben we Luxie ook. Die had even de wekker uitgezet van Luan. En Luxie, jij zit ook op ballet. En jij mag ook optreden vandaag. Maar nu wil ik even niet. Ze wil het even niet. Vind je het een beetje spannend? Ja, dat begrijp ik ook wel. Want ze vindt ze dit soort dingetjes altijd heel leuk. Maar toch heel spannend op het moment... dat ze ergens op moet. En hier zijn de kinderen echt de hele dag achter de coulissen. En dat vindt ze gewoon nog een beetje... te spannend. Misschien volgend jaar. Hè? Dan doen ze ook, want ieder jaar doen ze of een danswedstrijd. Dus ja. Ik denk, wat is het voor geluid? Maar eerst een show, dan een wedstrijd. Show. Ja, dus volgend jaar hebben ze dan waarschijnlijk weer een danswedstrijd. En dit jaar was het een dansvoorstelling. Ja, eigenlijk gaat de theatershow ook wel een beetje over de film Shrek. Ze hebben een thema, ja. Dus het thema is Shrek. Alles in het thema is Shrek. Dus alle groepen, die zijn een bepaalde... soort van de film. Ja. Ja, en wij zijn... ik ben een prinses van ballet. En met van hiphop ben ik de draak. Met hiphop ben je de draak. En daarom heb ik groene oorbellen in gedaan. Je hebt groene oorbellen in gedaan. En Luan, wat ben je... Oh, mijn hoofd. En wat ben jij? De boeven. De boeven in het verhaal. En Luxie... was met haar groepje de Baby Shreks. Dus zij deed zeg maar een dansje van de Baby Shreks. Luxie, bij jou was dat liedje van... Jij bent mooi, jij bent mooi. Van binnen en van buiten. Jij bent mooi, jij bent mooi. Eyo, eyo, eyo. Dat liedje had jij geleerd op de dansles. En die gaan ze optreden vandaag.
Maar ik wil even niet. Je wil even niet, nee. Hebben jullie daar ook een beetje last van? Een beetje zenuwen? Oh, Jesus, Jesus. Maakt niet uit, Lisa. Volgens mij gaat het wel met mij het meeste om het plezier. De plezier, ja. Jij hebt niet zo heel veel last van zenuwen. Nee. Nee? Zitten we een beetje? Ongelukkig. Oh, kijk. Kokkie. Zo doet hij het dus. Kokkie. Kokkie. Zo gaat hij er dus uit. Dus hierop staan. Hierop en dan daarop. Ja, maar mam, ik even kijken dus, hoe hij achter de tv gaat. Ja, en dan gaat hij dus achter die tv-kast. Ik snap ook nooit hoe hij nou achter die tv-kast komt. Kijk, dan gaat hij zo kijken. Oké, hoe gaat hij dit doen? Ja, we gaan even kijken. Ga gewoon even kijken. Nou, hij gaat nou weer weg. Blijf kijken. Nou, dat was dus de ontsnapping van Kokkie. Ik weet niet of we het op de camera hebben gezien. Of jullie dat net zagen. Maar hij sprong dus op dat hooikuifje. Hierop, hier sprong hij op. Oh, daar. En dan zo daarop. En dan hop, op de bank ging hij eruit. Oké, okay, ja. Wat gaat hij nou doen? Moet ik hem pakken? Nee, laat hem. Ik wil even kijken hoe hij dit doet. Want dan weten wij wat we moeten doen om hem niet meer erachter te laten komen. Hij gaat nou daaronder zitten. Oké, okay, dan gaat hij weer daarheen. Voor hem is het echt een speeltuin nu. Dat hij overal kan lopen. Goed, we werden even onderbroken door Kokkie. Maar vandaag is het dus in ieder geval de dag dat Leon en Lucilla gaan dansen met hun dansvoorstelling vanuit hun dansschool. Superleuk. Wij gaan er straks naartoe. We brengen eerst de kinderen even weg. Want die moeten daar al eerder zijn. Omdat ze daar natuurlijk allerlei voorbereidingen achter de schermen hebben. En mama en papa en Luxie en Lucius komen dan later. En er komen ook nog twee anderen kijken. Ja. Wie? Ik weet het al. Wie dan? Wie komen er nog meer kijken? Opa en oma. Ja. Opa en oma die komen ook kijken naar de voorstelling. Cilla gaat als eerst beginnen met de hiphopdans. Daarna moet ze vliegensvlug omkleden. Want daarna heeft ze haar balletdans. Dus ze gaan achter de schermen gaan ze je ook helpen heel snel om te kleden. Want er zit maar een heel klein tussenstukje tussen. En ze moet alvast haar haar goed hebben gedaan. Dan moet ik zeggen dat jullie weten dat ik ben niet echt een held in creaties maken in haren. Maar we kregen een plaatje. Dit is het plaatje wat we kregen. Ik moet mama namaken. En dat ga ik dus proberen na te maken. Nou ja, ik dacht dat te zien dat je eerst de staart bovenop moet doen. Dan moet ik zeggen dat deze niet zo heel lekker zit. Nee, sorry. Oké, okay, even overnieuw. Ik heb wel zo'n puntkam. Ik snap natuurlijk ook wel dat zo'n dansschool niet... ik weet niet hoeveel kinderen er meedoen. Maar die hebben natuurlijk geen tijd om honderden kinderen de haren te gaan zitten doen. Dus ik snap dat op zich wel, dat je dan je haren al gedaan moet hebben. Alleen ja, niet iedere moeder is daar heel goed in. Ik weet niet hoe andere moeders dat doen. Heel goed. Ik doe het. Ja, ik heb dat nooit gemaakt in ieder geval bij jou. Nee. Zo. Maar ik weet dat je niet zo goed in kunstjes bent met haren. Wat dank je. Maar ik vind dit nog wel goed. En tadaa, het is me gelukt om bij Lucilla deze creatie te maken die ze nodig heeft voor haar hiphoples. Het zijn dus zeg maar allemaal staartjes. Eerst hier een staart en die staart doe je dan ook weer in deze en dan ook weer in die. Zo wordt hij eigenlijk steeds groter en groter en groter. Tja, ik weet het, het verdient misschien niet een schoonheidsprijs, maar ik ben er toch best wel trots op, Sil. Maak een foto ervan. Ja, ik maak wel een foto, dan kan jij het zien. Hè? Kijk, ja, daar heb ik een foto van gemaakt en kan jij het zien. Ik vind het best wel mooi. Ja, vind je het mooi? Nou, ja. Daar ben ik blij mee. Dan is dit je kapsel voor je hiphop. En dan als je ballet hebt, dan wat moet je dan ook alweer in? Een knot. Een knot met zo'n donut, hè? Ja. Die heb je ik dan mee, hè? Een pompoen. Een pompoen, ja. Lucilla noemt het een pompoen. Maar dat doen ze daar dan, achter de coulissen. Ja. Ja, vind je het mooi? Heel mooi. Mooi, hè? Nou, toppie. Ben jij er klaar voor? Ondertussen is het tijd om Luan en Lucilla te brengen naar het theater. Wij gaan straks er pas heen met ons hele clubje, want de voorstelling begint nog niet. Eerst hebben ze straks nog een doorloopje, generale repetitie en dat soort dingetjes allemaal. Dus vandaar dat Luan en Lucilla er al eerder moeten zijn. Maar ze waren buiten aan het spelen. Komen jullie meiden? We gaan. Ik ga jou en Luan wegbrengen. Luxie, wil je mee wegbrengen? Ach, die pas je toch niet meer. Jawel. Kom maar, dat kunnen we straks proberen. Want Luan en Lucilla die moeten nu naar de voorstelling. Die gaan alvast generale repetitie doen. We zetten alle fietsjes maar weer hier neer. Die kunnen we straks misschien nog wel even lekker buiten spelen. Heb je mijn tas? Ja, die gaan we ook even pakken nog. Goed. De tas moeten ze meenemen. Misschien wel leuk om nog eventjes te laten zien wat er in je tas zit, Sil.
Want ja, wat neem je allemaal mee naar een dansvoorstelling? Wat heb je allemaal nodig? Daar kwamen we vandaag ook achter. Die hebben we er straks ingepakt. Deze tas gaat Lucilla meenemen. Ja, en ik ga even zien wat er allemaal in zit. Je moet ook heel veel wachten, want de andere groepen klaar zijn. Ja. Eten. Ja. Aardbeien zitten erin. Aardbeidjes. En... Oeh, mama had er een verrassing bij gedaan. Nog lekkere snoepjes. En drinken. Drinken, ze mee. Tijdschrift om te lezen. Tijdschrift om te lezen als ze even niks te doen heeft. Ja. Een sjaal. Waarom heb je een sjaal mee? Als ik het koud heb. Mama is een sjaal mee. Oké. Okay. Een sjaal. Heb ik niet gedaan. Oh. Heb ik echt niet snoepje? Gedaan. Heb ik echt niet gedaan hoor. Nee. Oké. Echt niet. Wat zit er nog meer in? Mijn beker. Een beker voor water in te doen. Ja. Ja. Dit spelletje. Een spelletje. Om dit te spelen met je vriendinnetjes. Een pop-it. Dit spelletje. Is er nog een spelletje? Ik weet niet of je wel tijd hebt voor zoveel spelletjes, hè? Maar goed. Ja, slijm. Oké, ze heeft er ook slijm in. Ja, dit wist ik allemaal niet, jongens en meisjes. Dit heeft ze zelf ingepakt. Elastiekjes. Een walkie-talkie. Kan ik er nu op praten? Even nu om die andere mee. Ja. Oké. Ik heb... deze horen hierbij, denk ik. Ja, elastiekbolletje. Deze is voor haar balletles. Die moet ze in als ze de balletdans gaat doen. Deze is voor hip-hop en knot is voor ballet. En dit zijn alle kleren. En alle danskleren. Even kijken wat je alles hebt. De maillot, de dingetje. Ja, hip-hop shirt. Mijn balletschoenen. Balletschoenen, ja. Mijn broek van hip-hop. Hip-hop shirt. Schoenen. Beenwarmers. Moet je die ook mee? Ja, gewoon doe ik. Vind je leuk? Oké. Okay. Beenwarmers, je rokje. En het pakje. En je balletpakje. Nou, top. Nou, en Luan heeft ook tassen mee, maar waarom heb je er drie mee dan? Wat zei je? Hoezo heb je dit allemaal mee? Ja, dit zat erbij in. Oh, oké. Okay. Dit gewoon... Ja, hier heb ik smintjes in zitten. Oké. Okay. Skittles, oké. Okay. Snoepjes, ja. Dansschoenen. Ik heb ook slippers mee. Ja, als ik daar ben in de kleedkamer. Oh, oké. Okay. Ik heb mijn bidon mee. Ja. Donald Duck boek. Even kijken. Andere danskleding. Nog meer danskleding. Dit gaat hij aandoen met de dans. Ja. Met die de hip-hop dans. Nee, laat er maar in zitten hoor. We geloven het wel. Wat heb je in die andere tas zitten dan? Daar heb je broodgommel in. Want die past er daar niet meer bij. Ja. Dan nemen we de tas mee. En dan gaan we de auto in op naar het theater. Dan brengen we jullie weg. Ja. En dan zien wij jullie straks in de zaal. Moet je heel goed kijken. Waar papa, mama en opa en oma zitten. We hebben zo'n heel groot spandoek met Hup Luan, Hup Lucilla. Nee, grapje. Helaas. Maar het is niet zo groot. Nee? Dus als wij zo zwaaien, dan zien we het wel. Het is niet een Beatrix die had. Oh. Hoe zwaar het tas is. Zo, hoe zwaar het tas. En dan gaan we snel. Lucius die slaapt. Ik let op mijn Lucius. En ik heb een verrassing. Op een oma komen ook naar jullie kijken. Ja, dat hadden we voorgesteld. We gaan er op tijd heen, een uur van tevoren, dat we op de eerste rij het liefste plekje zijn. Mooie beelden voor jullie maken. Ja. Ja? Top. Zie je, hè? Geniet ervan, hè? Ja, ik ook even mijn jas. Ja, dit zitten allemaal achterin. Nee. Ja, maar dag papa. Tot zo. Lucius die slaapt lekker, dus Daniel die blijft thuis. Dus toch alleen maar even heen en weer rijden om de kinderen weg te brengen. Zo. En dan is het volgens mij ook de eerste keer dat ik dat theater hier zie in ons dorp. Ja, heb je het ingedorst? Ja, het is 5 minuten hier vandaan, dus dat scheelt. Jullie zijn er wel eens geweest met school, hè? Ja, nee, klopt. Ik niet. Luan is daar een keer geweest dan. Het is heel leuk hoor, het is niet zo'n groot theater. Ik denk dat er 300 of 400 stoelen staan. Nou, vind ik nog best veel. En ze hadden met de dansschool hadden ze 4 shows. Ja. Dus dan reken maar uit, 400 stoelen zeg jij? Ja. Nou, keer 4. 400 keer 4. Ja. 800? Nee, 400 en 400 is 800. En 800 plus 800 is? 800 plus 800. Ja, wat is 1600? Ja, goed zo. 1600. Dan hebben ze 1600 kaarten. Ik weet niet of het allemaal uitverkocht is, dat weet ik niet. Maar er zijn er 1600 plekken dan totaal voor de show.
Maar Luna en Lucelle hoeven trouwens niet alle shows hoor. Ze zijn, de shows is verdeeld, want deze dansschool zit op meerdere locaties in meerdere dorpen. Dus gisteren waren er twee shows en vandaag zijn er twee shows. Even kijken, alle twee. Die kant op. Ik weet alleen niet hoe ik moet rijden. Maar even plankgas. Dus, ja, plankgas. Nou. Maar goed, het is dus Luan en Lucilla dansen alleen vandaag. Deze shows doen ze twee keer, hè? Gaan jullie vandaag. En wij zitten bij de derde show, dus wij zitten bij de eerste show van vandaag. En wij komen dan straks om 11:30, hè? 12:00. Ja. Dan gaat de zaal open. 11:30. Ik moet twee keer. 11:00 gaat de zaal open. Ik moet twee keer ballet. Ja, dus dan moet je vier keer optreden, Lucilla. Dat is grappig, hè? Mijn mam. Ja. Ik zou wel gewoon een half uurtje eerder komen, want ja. Dan hebben jullie nog plek op de eerste rij, hè? Ja. Ja, en wij mogen, dus vloggen. We hebben daar toestemming voor gevraagd. En dat vonden ze helemaal goed. Als we alleen maar onze eigen kinderen filmen. En niet andere kinderen, uiteraard. En ze hebben een thema met Shrek. En Shrek, daar zit copyright op. Dus de Shrek tussenstukjes konden filmen. Maar dat, het gaat toch meer om jullie dans. Dus ja, dat is wel fijn. Dat is wel leuk. Kunnen jullie ook een klein stukje zien van de show? Muziek voor me zetten, of... Ja, er zit natuurlijk wel recht op de liedjes. Maar ik bedoel... Ik weet niet of het hele dans hoeft te filmen, maar ik vind het wel leuk om een paar stukjes... Dit is jullie allereerste keer dat jullie op een podium... Nee, het is niet jullie allereerste keer op een podium. Maar het is wel jullie allereerste dansuitvoering, dansvoorstelling met jullie dansschool. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Kijk, hier is het. Het Hoftheater. Oh, leuk jongens. Nou, heel veel plezier hè? Dank je. Hé, leuk. Ik zet hier even de auto neer. Ja, zie je die ronde buis? Ja. Dat is het, ja. Ja. Nou jongens, veel plezier. Van genieten. Ja. En wij zien jullie straks weer, hè? Ja. Ik kon me nog herinneren van vroeger dat mijn ouders altijd iets leuks hadden voor mij als ik klaar was met de dansvoorstelling. Dus ik dacht, oh ja, ik wil nog even iets leuks halen voor Luan en Lucilla. Alleen, ik heb dat afgelopen dagen niet meer gedaan, niet aan gedacht. En ik dacht, oh ja, vandaag moet ik iets halen. Maar het is natuurlijk zondag. En pas gaat alles om 12:00 open. En om 11:30 willen we hier al zijn. Want om 12:00 kun je de zaal in. Dus dat redden we niet meer. Dus hopelijk dat er ergens nog misschien een benzinestation of zo open is. Dat we daar misschien nog iets leuks kunnen halen. Of een leuk bloemetje of zo. Of een leuk kaartje. Zullen we dat eens even gaan kijken? Ja, dat kunnen we nog wel mooi even doen. Of je voor Vaderdag. Voor Vaderdag, ja. Mijn papa ook wel eens bloemetjes haalt voor moederdag of voor vaderdag. Ja. Ja, dat kan ook. Maar ik denk dat een benzinestation of zo wel open is. Dan gaan we daar even kijken of we iets leuks kunnen halen. Ja. Maar leuk hè, dat is dus het theater. Ja, maar... Mooi. Nou, we zijn nu bij de winkel. Ja, bij de benzinestation. Ja. Ik kan wel even helpen. Oké, even goed. Zo kan ik wel even... Goed zo. Dankjewel. Luxie wilde eventjes zelf vloggen. Maar goed, er is dus nog geen supermarkt open. Het enige wat open is, is het tankstation. Dus ik ga even kijken of ze hier misschien iets leuks hebben voor Leon en Lucilla. Voor straks na de opening. Of na de voorstelling. Eigenlijk voor mij. En ja, maar jij hebt niet gedanst. Dus eigenlijk alleen als je echt danst. Hé, maar jij mag wel wat uitzoeken voor Leon en Lucilla. Goed? Ja. En geen fiets. Dit is een fietsenwinkel, maar daar is het benzinestation. Gaan we daar even kijken of we wat kunnen vinden. Goed? Nou, toen was de accu leeg van de camera. Ik film even met de iPhone. Wat zeg je, Liefie? Mag ik ook voor Lucius? Ook iets voor Lucius? Kijk, ja, oh, dit is wel leuk. Ik heb hier wel dingen. Een varkentje voor Lucius. Een varkentje. Een spaarvakje, maar die heeft hij al. Kijk, dit is wel leuk, hè? Hallo. Hier zijn wel leuke dingetjes. Een beertje. Of hier iets in die kop. Kijk, dit is ook misschien wel leuk. Oh, dit is ook leuk, hé. Kijk, zo'n pot met allemaal hartjes. De beer. Deze beer, vind je die leuk? Voor Lucilla? Nou, doen we die voor Lucilla. Die voor Lucilla. En welke doen we voor Luan? En die voor Luan. Nou, dat vind ik nog best wel wat leuks hebben. Nou, ik heb de kleine jongen net even heerlijk in slaap gewandeld. Met zijn camperje. Met het kabbelende water op de achtergrond. Is het vandaag weer een mooie dag. Dan gaan we het open en oma er mooi op tijd heen. Zodat we hopelijk een mooi plekje op de eerste rij kunnen bewachten. Om te gaan genieten van Luan en Lucilla. Hun theatervoorstelling. Ondertussen zijn we weer thuis. We hebben twee leuke cadeautjes uitgezocht. Eentje voor Lucilla. En eentje voor Luan. Grote pot snoepjes op zijn kamer. Vindt hij vast wel lekker, denk ik.
toch nog wat leuks gekocht bij de benzinestation. Leuk kaartje erbij. Eentje voor Luan, eentje voor Lucilla. Allebei een leuk tekstje erin geschreven. Dus die doen we zo lekker in de envelopjes. Even kijken, deze is voor Lucilla. Die doen we hierin. En als dan straks de voorstelling is afgelopen, wil jij dan de cadeautjes geven in je broertjes? Ja? Want dat hebben ze dan wel verdiend, hè? Dan hebben ze een hele show gedaan. Op het podium. Maar Johan, de kaart gaat die vlog filmen met de telefoon en naast Thea. Ja, Luan gaat nog, kwam die zelf mee. Hij mocht namelijk zijn iPhone meenemen. Dat hebben de rest van zijn groep, die hadden ook allemaal de iPhone mee. Zei, nou prima, dus eigenlijk de eerste keer dat hij zijn iPhone meeneemt buiten huis om, zeg maar. Maar we vonden het ook wel fijn, ook omdat hij de hele dag daar is. En voor de rest ook geen contact mogelijk is, zeg maar. Vond ik het wel fijn dat hij gewoon lekker zijn iPhone mee heeft. Hij zei, mam, dan kan ik af en toe een leuk fotootje sturen of een appje doen. Ja, is prima, jongen. Ik zei, oh mam, zou ik ook wat leuke filmbeeldjes maken voor in de vlog? Ja, dat is ook goed als je dat leuk vindt. Dus als het goed is, heeft hij een paar beeldjes backstage gemaakt. Gaan jullie zo ook wel eens in de vlog zien. Want dat vond hij leuk om te laten zien. En ons hoe het dan backstage is. Want dat weten wij natuurlijk ook niet. Ik kan niet ook mijn naam schrijven. Nee, maar die is voor Luan. Dat moet je hier niet op schrijven. Je mag wel op een papiertje jouw naam gaan schrijven. Dat is misschien wel een goed idee. Maar ik kan ook nog hier even een jukje brengen. Dus even, deze kaartjes naar kopen. Ja, maar deze kaartjes zijn voor Luan en Lucilla. Zal ik voor jou een papiertje pakken dat je daar Luxie Bellinga kan schrijven? Maar dan moet je eerst een tipjes. Ja, doe ik stipjes en dan ga jij je naam schrijven, goed? Ja, zo als je het doet. Nou, de cadeautjes die zijn in ieder geval binnen. We wachten hier nog heel eventjes tot het tijd is om naar het Hoftheater te gaan hier in het dorp. En dan ben ik benieuwd hoe het gaat worden. Maar dan ga je nog spelen en nog... Jij mag even spelen, ja. En Lucius die is nog steeds aan het slapen, dus die houden nog even lekker slapen. Ja, in de tuin, kijk. Daar komt papa aan. Daniel die was lekker in de tuin. Daarbij zijn de robotgasmaaier. En Lucius die slaapt daar in de kinderwagen. Ja, wie komen er aan? Goedemorgen. Opa en oma, gaan we naar het theater? Denk je dat niet naar het theater? Ja. Lekker bruin geworden, jongens. Een theater, zo, woezele pup. Gezellig, leuk, een bakje koffie. Nou, we zijn aangekomen. Klonvisie met witte schoentjes. Ja. Hé, hey, Luxie, is hier het theater? Ja. Waar? Wijs eens aan. Daar, hè? Ja, van de Lucilla en Luan groep. En Luxie wil dan lekker kijken. Nou, busje geparkeerd. Luxie is in de draagzaak kijken, mijn vriend. Lekker geslapen bij de vijver. Ja. Dus ze heeft de accu ook goed opgeladen. Nou, busje op slot. En op naar ons Luan en Lucilla. Tot straks. Waar is de ingang, Luxie? Jij bent hier al geweest, hè? Ja. Nou, laat maar zien. Hoe komen we bij de ingang? Moeten we hier naar binnen? Oh, hij is nog dicht. Oh, dan gaan we niet over. De eerste. Nou, even belletje halen. Nee, ik was de eerste. Ah, oh ja, u was de eerste. Zit er lekker in het zonnetje. We zijn als eerste, we gaan maar even in de schaduw wachten. Ja, het is nog niet open. Het is niet open? Nou, we zijn wel mooi op tijd. Hé, Luxie, even in de schaduw wachten. Een plekje vooraan, dan kan je goed zien. Ik ook doen, ja, was je ook geweest. Daar hebben we ook nog een wc. Ja. Binnen is een wc, ja. We doen wel een wc. We staan nu voor de rode lopen, te wachten dat we naar binnen mogen. Het is lekker warm, het zonnetje. Luxie loopt erop. Nou, waar is de zaal? Ja, was van het keer geweest, zijn je. Dankjewel. Wil je er ook eentje nog schrijven? Spannend. Opa en oma zijn daar, ja. Ja? Ja. Hey. Dankjewel. Opa en neer is er. Hier, ja. Hallo. Goedemiddag. Oh, goedemiddag. Ja. 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 Ja? Ja. Zo, nou. Plekje vooraan. Ja, het is een boekje met dus de thema van Shrek. Leuk, hè? Ja. Leuk. Ach, leuk. Oh, je kan je precies zien wanneer ze zijn. Ja. Kijk hoor. Genieten. Toi, toi, toi. Wat heb je meegenomen? Yes. Heb jij snoepjes meegenomen? Nou, de show, hij is nog niet begonnen. We beginnen lekker met een snoepje. Toppie. Nou, laten we de show maar beginnen dan. Wij zitten er klaar voor. Oh,
Nou, Lucius is gefascineerd door een bal, zeg. Pak de bal, Lucius. Opa, opa nou aan doen, hè. Opa balletje trekken. Oh, snoepelkantje. Show moet nog beginnen, hè. Trompeltje nog volhouden, hè. Showtje moet nog beginnen, anders de eentje. Ik noem jou mijn klein knofje. Ben jij knofje? Nee. Een knof? Nee. Nee, Luxie, hè. Gewoon Luxie. Nou, Glennie Jan, een lekker appeltje bij de dorst. Nee, dat is een bal. Oh, een balletje. Nou, laten we de show maar beginnen, jongens. Nou, dat is... Hij zit tussen de stoel. Hij zit tussen de stoel. Dat is ook, ja. Een kipstoel, hè? Die kipstoel. Die kipstoel is zo mooi. Nou, laten we zo maar beginnen. Ik hoop dat je het gaat zien. De kleedkamer en het is echt super druk. Silla! Silla! Kom eens! Kijk, kom eens. Hier, Lucilla. Maar ja, wij zitten nu in de kleedkamer. En doei. En ik ben nu het rood aan het spelen. Wauw. Waar gaan we, Lucilla?
mee. Hey Luan, heb jij een baard, jongen? Wat was je stoer, hé? Ja, ik weet niet. Kom eens hier. Luan heeft een baard. Vet cool, man. Hé, hey, waar is... Ja, waar is Stella? Oh, dan niet anders, de moebana. Nog een keer. Waar is Stella? Ah. Hé, hey, wat waren jullie mooi, zeg. We hebben echt van jullie genoten, hoor. Trots op jullie. Ja. Doeg. Luxie, kijk eens, wie is hier? Kijk eens. Oh. Goed, Luxie. Ik heb tegenlicht. Ga eens kijken, Luxie. Ga eens kijken. Ga eens kijken. Kijk eens. Oh, je bent al op een zes. Wauw, dat is een echt mooi, hè? Ja, prachtig, hè? Ja. Nou, we zijn super, super trots op Luan en Lucilla. Ze hebben het echt heel goed gedaan. Dat is een mooie show, hè? Lucilla's kind. Zelfs af en toe echt gewoon dat ik een traantje weg moet pinken, zo trots dat ik ben. Echt waar. Ja, Lucie is ook een jongen. Ik ga mee dansen. We gaan nu even kijken waar ze zijn. Want als het goed is, komen alle dansers naar de foyer. Maar het is wel een beetje druk. Het is druk, er even een cadeautje. En dan gaan wij vast naar huis toe. Want kleine Lucie gaat weer slapen. Ze hebben nog een optreden. Blijf hun nog één show en halen we zo'n 6 uur weer. Ja. Dus we zijn op papa en mama zijn trots op jullie. Toi, toi, toi. De eerste keer moeten we het podium. Nou ja, eerste keer op het podium, maar de eerste keer met zo'n dansen. Heel erg leuk. Trots op jullie. Ja. We hebben een cadeautje voor jou. Cadeautje? Heel mooi gemaakt. Kijk eens. Alsjeblieft. Zo trots op jou. Vond je het leuk? Ja, ik ga zo nog. Ja, dan halen we je straks op, hè? Papa kus. Kots op jou. Hé, hey, daar is Luan. Hé, hey, Vin. We hadden dat meegenomen. Dat is zo trots op je zijn, vriend. Echt, man. Nee, Michael Jackson was er niks bij. Dat kun jij goed dansen, hè? Wauw. Toppie, hè? Eentje voor jou. Nou, lees maar. Lees maar nu. Oh, heel. Even een lap uit mama's hart. Super trots op jullie, jongens. Lieve Lucilla, wat een prachtige voorstelling. Ja, mooi. Tuurlijk. Hé, hey, nog een hele fijne voorstelling. Wij gaan met opa en oma de barbecuepan aansteken. En dan haal ik jullie straks op als de vleesjes gaar zijn. Goed? Tot straks, hè. Nou, ze hebben nog kinderen. Zo, zijn we dag bij het theater. Dag theater. Lucilla, die doen nog één show en wij gaan alvast lekker naar opa en oma. Nee, maar jongen, één show en zie je nog twee. Ja. Je moet nog twee dagen. Gaan wij nog even lekker spelen en chillen met opa en oma in de tuin. En de barbecuepan aansteken. Hoppa. Eigenlijk zou dat gisteren doen, maar nu bij ons. Hè? Nu kan thuis. Nou, weer thuis. Luan en Lucilla. En Luan zelf, van, wat heb je met je stem gedaan? Ja, kijk eens. Heb je geroepen of zo? Nee. Ik had gewoon super druk gedaan. Met de meiden. Hoe vonden jullie het? Kom eens even lekker zitten, jongens. Super leuk.
En achter de schermen, was het een beetje leuk? Ja, en ik moest meteen naar Hiphop naar de andere kant af. Ja, ja, ja. Mijn moeder zei dat jij binnen 4 minuten moest omkleden. En dat je rode lippenstift op je tanden had gehad. Dus het rode tanden. Vind je de tweede keer ook goed? Ja, juist beter. Ging die beter? Ja. Dat is altijd, hè, de eerste keer. Ja. Ik zag Leeuwen op het scherm bij ons. Ja, wij hadden zo'n groot scherm. Mooi achter kijken, hè, want in de zaal bezig was. Ja, dat is wel leuk. Ik had een filmpje doorgestuurd. En achter was het ook gezellig? Met alle en ik vind het slotdansen. De slotdans? Ik zou geen eentje meer sturen. Is het maar een geslaagde eerste opgeschreven? Inderdaad. En we sluiten wel met direct op barbecue. Volgend jaar, dan gaan we wedstrijd. Een wedstrijd dansen, oh. En dan weer volgend jaar, dan gaan we weer voorstellen. Oh nee. Ik heb dit opgeschreven. Het was ook echt heel leuk om naar te kijken. Jullie deden het echt heel goed. Mama is apetrots op jullie. Apetrots. En Luxie die zat in de zaal mee te dansen, hè Luxie? U wilde ijslimonade. Ik ja. Ja, we hadden al drinken gepakt. Oh, toppie. Dit is jouw mascotte dansbeer. Die geeft jou altijd geluk als je weer gaat optreden. Goed? Ja. Daarvoor heeft hij ook zo'n heel mooi hartje in het midden. Zie je? Zo'n heel mooi regenbooghartje. Ogen. En die geeft je als ik ga ik optreden met de wedstrijd, ga ik deze meenemen. Ja, mag jij Lucilla houdt altijd van knuffeltjes, hè? Ja. Dat je weer een aandenken aan een knuffel. Dus mama is ook trots op jou. Je deed het zo goed, vind je. Kijk eens, want nu zit hij weer op de grond met de beker te spelen. Lucius. Dat is onze Lucius. Is een romper. Oh, en kijk eens. Opa en oma, die hebben hier weer een heerlijke barbecue set. Gepoetst en al. Oh, van de filmopnames was hij helemaal vies. Kijk eens, opa heeft de hele pan gewassen met oma. Oh, hij is weer als nieuw, jongens, die barbecue pan. En nu mooi zo schoon houden, hè. Nou, ik krijg wel lekker broodje hamburger. Oeh, Luxie. Kom maar, Luxie. Broodje hamburger. Oeh. Wat zeg je dan? Dankjewel, opa en oma. Hou maar vast. Oeh. Eet smakelijk. Yummy, yummy. Nou, ik ga eens even kijken of opa wat in de pan heeft. Kijk dan, de rookton. Hey Oscar, je ligt er op de goede plek, jongen. Dat ziet er lekker uit. Ja. Die speklapjes die zien ook wel lekker. Oh, die zijn niet zo goed. Nou, we hebben eerst de worstjes weer te pakken. Nou, we gaan lekker daar zitten. Want het was een beetje winderig daar. Ja, Leon heeft een nieuwe gitaar. Laat die even oma zien. Les in Rome even, hè? Sorry, Rome ook, hè? Kan die beter op lessen nou, hè? Ja, die is beter dan die elektrische. En deze is ook luider. Ja. Ja, veel harder. Ja. En als je dan later heel goed kan, kun je die andere. Ja, oké, dan nog die elektrische gitaar doen. Heb je alweer een broodje te pakken, jongen? Oh, nee, ja, nee, dat zit toch maar weer even ergens anders neer. Ik kan het mooi hier neerzetten. Nou, Lucilla en Luxie ook lekker hier, een broodje. Is het lekker? Lekker hamburger? Ja, is die lekker, Luxie? Goed, Sally, je is lekker hier op de bank even eten, hè? Ja. Is dat een lekker wasje, jongen? Nou, opa Lucie vindt je wasje lekker, hoor. Zie je lekker, jongen? Zeg maar lekker, opa. Zeg maar lekker wasje. Lekker, 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 lekker. Lekker, lekker, lekker. Daar smelt hij wel van. Terwijl oma en opa daar heerlijk bij de barbecuepan aan het bakken zijn. En wij heerlijk zitten te eten. Zit de dag weer ten einde. En willen wij jullie vragen, vond je het weer een leuke vlog? Duimpjes omhoog. Tot morgen, dag Lucius. Doeg, doeloe. Samen maken we van elke dag een feest. Samen is alles beter. Zet het huis op stelten. Blijf de dag, want de tijd vliegt snel voorbij.